Zo te zien heeft het bouwteam even pauze en ze spelen samen met Carl een potje volleybal. Oeps! Je moet wel opletten, Carl. Iemand heeft supertruc nodig. Je moet gaan, Carl. Carl, er is een spoedgeval op de racebaan. Jerry wilde door een superlooping rijden, maar Ben heeft per ongeluk lijm op de baan geknoeid. Jerry reed door de lijm en nu hangt hij ondersteboven in de superlooping. Je moet hem helpen, voordat hij valt. Er ligt overal lijm. Ben, kijk uit! Dat scheelde weinig. Gelukkig is het maar één wiel. Je kan niet over de lijm rijden, Supertruc. Anders kom jij ook vast te zitten. Wat is er, Supertruc? Wat? Een berg zand? Denk je dat je het zand over de lijm kan strooien zodat het niet meer plakt? Oké, maar hoe krijg je al dat zand hier? Houd vol, Jerry. Supertruc is onderweg om je te redden. Ja, door het zand plakt de lijm niet meer. Oh jee. Moet je de zon zien? Die is super warm vandaag. Oh nee, warmte laat lijm smelten. Jerry kan naar beneden vallen. Supertruc, je moet iets doen. Goed gedaan, Ben. Zeg je dat dit Jerry beschermt als hij valt? Oké, maar we kunnen daar niet op wachten. Hij hangt superhoog, Supertruc. En op deze manier kom je nooit bij Jerry. Dit werkt ook niet. Volgens mij moet je de hulp van de ST-3000 inschakelen. Oh, ik begrijp het. Je gaat de laser gebruiken om de lijm door te snijden en Jerry valt dan op de kussens. Geniaal! Wees voorzichtig, Supertruc. Je wil niet dat je Jerry raakt met de laser. Bijna! Ja! Ben je in orde, Jerry? Niks gebroken? Nee? Mooi zo. Wat is er, Jerry? Ben je bang dat die laser de looping heeft beschadigd? Oh jee, hoe lossen we dat nou op? Wat, Supertruc? Kan je hem schoonmaken? Maar hoe? Goed gedaan, Supertruc. Je hebt de looping schoongemaakt. Nu kan Jerry weer veilig rijden. 3, 2, 1, af! Ja, het is gelukt!
Hoera! Bedankt, Supertruc. Je hebt de dag gered. Alweer! Wauw! Jerry, ben jij dat? Je ziet er prachtig uit voor de parade voor het Chinees nieuwjaar. Ben jij de eerste auto? Voorzichtig, Jerry. Je wil geen ongelukken veroorzaken. De parade gaat zo beginnen. Neem je plaats in, Jerry. Veel plezier. Ga niet te snel, want de rest kan je niet bijhouden, Jerry. Wat is het, Jerry? Heb je motorproblemen? Voorzichtig, Billy. Jerry heeft motorproblemen. Oh nee, we moeten Supertruc roepen. Help, Carl. We hebben je hulp nodig. Jerry is de eerste auto in de parade, maar hij heeft een ongeluk gehad. De hele parade staat nu stil. Kan jij helpen? Perfect. Laten we gaan. Niet zo chagrijnig, Billy. Supertruc is er om te helpen. Je moet geduldig zijn. Oh jee, ze worden ongeduldig. Moet je ze horen toeteren? Waarin ga je transformeren, Supertruc? Wauw, Supertruc, je bent een transportwagen. Ga je Jerry verwijderen voor de parade, Supertruc? Cool, Jerry staat op de laadklep. Nu is hij net zo groot als een echte draak. Laat de parade maar weer rijden. Wat is er nu, Jerry? Zie je iets verderop in de straat? Wat is het, Supertruc? Een omgevallen lantaarnpaal? Oh nee, dat is niet goed. Kijk uit! Dat scheelde weinig. Hoe ga je dit oplossen, Supertruc? Kijk achter je. Ze halen je bijna in. Dit kan heel gevaarlijk worden. Goed idee. Probeer hem weg te duwen. Hij is best wel zwaar en je kan hem niet met je voorbumper wegduwen. Wat moeten we doen? Alle auto's zullen niet op tijd kunnen stoppen. Denk, Supertruc. Natuurlijk. De ST-3000. Welk gereedschap kan die lantaarnpaal van de weg halen? Snel, Supertruc. Oh nee, moet je ze horen toeteren. Raad eens, waarom is Billy zo chagrijnig vandaag? Je hebt gelijk, Billy houdt ervan als alles soepel verloopt. Ja, het is gelukt, Supertruc. En net op tijd. Kijk, kom op, draak, laten we verder gaan. En we zijn terug bij het begin. Wat een mooie parade. Kijk, Supertruc, Billy heeft een lach op zijn gezicht. Bedankt voor het redden van de dag, Supertruc. Toeter voor Supertruc allemaal. Gelukkig werkt je toeter nog wel, Jerry. Fijn Chinees nieuwjaar allemaal.
tot de volgende keer. Hoi Karin, hoi Walter. Hoe gaat het op pannenkoekendag? Is dat de nieuwe pannenkoekenmachine? Ik kan niet wachten. Oh jee, moet de machine wel zo snel werken? Walter, wat is er? Ik kan de productie bijna niet bijhouden. Karin, de machine moet langzamer gaan. Walter kan de druk niet aan. Oh nee, we moeten iets doen. Laten we Supertruc roepen. Hoi Carl, mooie wheelie. Sorry dat ik stoor, maar er is een spuutgeval bij Karins bakkerij. Je moet er zo snel mogelijk heen. Houd het niet meer bij. Graafmachine? Hoe kan Supertruc daarmee deze situatie oplossen? Goed gedaan, Supertruc. Ben je in orde, Walter? Mooi. Oh, kijk uit, Supertruc. Oh, je moet die machine meteen stoppen, Supertruc. Dat was heel cool, Ninja Supertruc. De machine is overgehit. Natuurlijk, de ST-3000. Straal. Goed bedacht, Supertruc. Je kunt het, Supertruc. Ja, het werkt. De machine is niet alleen gestopt, hij is ook bevroren. Goed gedaan, Supertruc. Supertruc heeft de dag gered. Heel erg bedankt, Supertruc. Zo te zien houdt iedereen van pannenkoekendag. Oh nee, niet weer. Goed gevangen, Supertruc.
Smaken de pannenkoeken goed? Doeg allemaal. Fijne pannenkoekendag. Hoi kleintjes. Waar kijken jullie naar? Oh wauw, wat een mooie kerstboom. Goed gedaan, Karin. De kerstboom ziet er prachtig uit. Iedereen zal het prachtig vinden. Inderdaad, er zullen ook cadeautjes komen. De kerstman heeft ze aan Penny gegeven. Ze is nu onderweg met de cadeautjes. Hebben jullie er zin in? Hoi Penny, ben je hier om de kerstcadeautjes voor Karins diner af te leveren? Oh nee, wat hoor ik? Is er een probleem? Voorzichtig Penny, de deur van de laadruimte gaat open. Oh nee, de cadeautjes, wat moeten we nu doen? Carl, snel! Penny heeft problemen. Ze heeft hulp nodig van Supertruc. Supertruc, daar is Penny. Geen zorgen, Penny. Supertruc is er om je te helpen. Supertruc, Penny was onderweg met de kerstcadeautjes van de kerstman die ze bij Karins diner moest afleveren. Ja, het is verschrikkelijk. De gasten verwachten allemaal een cadeautje. Je moet ze vinden en ze naar het feestje brengen. Supertruc, transformeer. Snel, Supertruc. Het feestje gaat zo beginnen. Weet je zeker dat het een goed idee was om in een vuilnisauto te veranderen? Als jij het zegt. Ik denk dat een raceauto een beter idee was geweest. Ligt daar een cadeautje? Oh ja, achter je. Snel, Supertruc. Leg het cadeautje in je bak en ga verder. Er moeten nog een hoop cadeautjes gevonden worden. Ja, nog een cadeautje. Ja, nog maar één cadeautje te vinden. Laten we in het park kijken. Zie jij het laatste cadeautje, Supertruc? Weet je zeker dat je hem niet ziet? Kijk achter je. Daar is hij, in de boom. Maar hoe kan je dat cadeautje nou pakken, Supertruc? Dat gaat niet werken, Supertruc. Nee, dit werkt niet. Gebruik je ST-3000. Goed idee, Supertruc. Supertruc, stop met spelen. Het feestje gaat zo beginnen. Pak het cadeautje en breng hem weg. Goed werk. Oh no. Laten we naar Karins feest gaan. Geen zorgen, Karin. Supertruc is er bijna. Ho, ho, ho. Daar komt Supertruc met de cadeautjes. Iedereen is lief geweest dit jaar.
Iedereen krijgt een cadeautje. Fijne kerst allemaal. Karin, waar ga jij zo snel naartoe? Ben je laat met een pakketje? Karin, heb je die sirene gehoord? Zo te horen heeft Boy problemen. Wat is er, Bobby? Haaien zijn je achtervolgd vanaf de zee. Wees voorzichtig. Karin, Bobby hoort je niet. Kijk naar de weg. Die gaat zo. Karin? Carl, Karin en Bobby hebben problemen. Karin is van de brug gevallen, viel in het water en nu komen er haaien op haar af. Je moet ze redden. Snel! Carl, daar is Karin. Oh nee, de haaien komen bijna hierheen. Dat duurt niet lang meer. Snel, Carl. In welk voertuig ga je transformeren om haar te redden, Carl? Hey, kom op. Karin, kijk eens wie er is. Was je de haaien vergeten? Kijk maar uit. Bobby, Supertruck wil dat jij Karin naar het strand sleept. Houd vol, Karin. Sneller, Bobby. De haaien komen eraan. Je moet snel handelen, Carl. Goed idee. Je kan je ongelofelijke ST-3000 gebruiken natuurlijk. Snel, jongens. Wauw, Supertruck. Het werkt. De haaien worden weggeduwd. Ga door. Ongelooflijk. Je hebt de haaien weggejaagd. Goed gedaan, Supertruck. Bedankt voor je hulp, Supertruck. Inderdaad, Bobby. Het kanaal moet beter beveiligd worden. Goed idee, Supertruck. Gebruik een net. Idiot. Veel plezier, jongens.
Hoi Frank, waar ga jij zo snel naartoe? Maar die kast Karin is taarten aan het bakken. Dus daar gaan jullie allemaal naartoe. Kijk uit! Ben je in orde, Frank? Laat me supertruc roepen. Carl, daar ben je. Frank is midden op straat gevallen. Je moet hem weer op zijn wielen zetten. Karin is nieuwe taarten aan het bakken en iedereen wil ervan proeven. Frank was ook onderweg toen hij viel. Hij heeft je hulp nodig. Je moet transformeren. Laten we Frank zoeken. Wauw, dat was ongelofelijk. Wauw, je bent aan het opscheppen. Onthoud dat je op missie bent. Daar! Supertruc is er, Frank. Geen zorgen. Wat stel je voor, Supertruc? Je gaat Supertruc op zijn wielen zetten door je superveren te gebruiken. Laten we het proberen. Hoor je dat, Frank? Je staat zo weer recht op je wielen. Dat is je idee gezicht. Oh, natuurlijk! Je ST-3000! Een grote magneet! Heel cool! Heb je het koud, Frank? Ben je klaar, Frank? Geen zorgen, klaar, Supertruc? 3, 2, 1... Nog een keer. 3, 2, 1. Het werkt! Dat scheelde weinig. Ik hoop dat er nog taart over is. Kijk! Hoi Karin, heb je nog nooit een springvrachtwagen gezien? Is er nog een stukje taart over voor deze heren? Wauw, Karin. Dat ziet er heerlijk uit. Het smaakt heerlijk. Tot de volgende keer.